Yo mensen, Jiraski weer hier met weer een nieuwe aflevering van Road to Commander op Black Ops 2. We spelen nu een map die we volgens mij... Oh jawel, die hebben we één keer gehad in Kill Confirmed. We spelen hem nu in Domination, dus waarschijnlijk zullen we niet zo slecht gaan als de vorige keer toen we in Kill Confirmed kregen. Want toen werden we echt gewoon overrompeld door de enemies. Ik heb even een Factor aangezet, want die had ik net geunlocked. En ik zag toen we vorige keer deze map speelden dat dit ding echt best wel overpowered was. Dus nu gebruiken we hem zelf. Eerst even de C-vlag pakken, namelijk meteen door naar de B-vlag rennen, dat we niet weer verliezen. Vorige game hadden we wel gewonnen, maar al die games ervoor hadden we volgens mij zo'n beetje allemaal verloren. We gaan meteen door pushen op het 50 punten erbij, nog 250 en wel weer een UAV. Even een nekje daarheen gooien, want ze zullen daar wel erg spannen. Ik ken deze kant van de map niet, dus we schieten gewoon een beetje. En we gooien gewoon een paar nekjes erheen. Kijk, enemy SP, dat was dus nou net niet de bedoeling. En dan worden we nog meteen gekilled ook. Hun lagen alweer met z'n drie, lagen ze alweer op B. En bij ons lag helemaal niemand op B, dus daarom hadden hun hem nu alweer. En wij nog helemaal gewoon niet. Even kijken, er zat er nog één achter. Even kijken of we die kunnen killen met een neetje. Oh, nee, RPG op mijn hoofd. Hoppatee, chefboy, RD. Schiet een RPG op mijn hoofd. Kan altijd gebeuren, hij heeft een secondary op zijn... Of een RPG op zijn secondary staan. Ja, als je dat chill vindt, als je dat leuk vindt, dan moet je dat aanzetten. Maar je kan beter iets anders op je secondary zetten. Ik heb hier op mijn secondary type 25 staan. Want ik had even een wildcard gekocht. Dat ik twee primary wapens aan kon hebben. En dat is echt gewoon best wel chill volgens mij. Ik ben het even aan het uittesten. Dus misschien is het wel echt gewoon kut. Maar ja, dat zullen we zo meteen wel achterkomen. Even kijken, want hier zit er boven nog eentje te campen. Eerst de campers, dan de rest. Zeg ik het alweer. Ja, ik weet het. Hoppatee, killen we die ook. Spant er hier ergens een. Shit, in mijn rug. Oh ja, je hebt hem gekillt. Dankjewel, vriend. Even type 95 pakken. Dan gaan we die vent even killen die daar zit. Kijk, daarom heb ik dus twee wapens aanstaan voor deze ventjes. Killen we die ook. Komt er waarschijnlijk nog een aanrennen. Oh shit, oh shit, oh shit. Ik moet reloaden. Even helpen, jongens. Help is on the way. Nou, eigenlijk niet, want ik moet hier alles zelf doen, volgens mij. Mijn grenade is al op en ik wil eigenlijk even een granaatje daarin gooien. Maar ja, dat lukt zo te zien niet. We killen hem wel en dan gaan we hier snel weer weg, want ik wil er niet te lang blijven staan. Kunnen we de A-vlag pakken met z'n allen of gaat dat niet lukken? Shit, er spant er een achter me, joh. Geen flauw idee waarom die daar spant. Geen flauw idee waarom iedereen hier spant. Iedereen spant naast me. Oh, lekkere span weer, joh. Ik zat net op mijn mooie killstreak. Iedereen spant naast me hier, joh. Oké, dan gooien we dat ding gewoon hier. Ik gooi er eentje buiten de map. Maar ja, dat is mijn schuld weer. Twee kills erbij. Drie kills erbij. Hoppatee. Dat is toch weer drie kills voor je totale kill aantal. Even kijken. Jij gaat A pakken, hè? Of C pakken, hè? Dat mag niet. Dat is mijn vlag. Grr. Dan word ik boos als je die vlag pakt. Oké, dan kunnen we die ook. Er komt een Hellfire van ons team aan. Even kijken, want hier binnen zit er eentje. Te campen. Eerst de campers, dan de rest. Dan loopt er hier naast me ook nog eentje. Kunnen we die killen? Die is al gekillt door een teammaat. Even kijken, even dit wapentje pakken. Dan gaan we heel even scannen of er eentje zit. Scannen. Scannen heet dus niet campen, dat heet scannen. En dan moet je gewoon eventjes goed opletten of je iemand ziet zitten en die kill je dan meteen. En dat is scannen. Die vent achter me wordt gekillt, dan killen wij die vent. Die werd gekillt. Roep onze UAV in, want die hebben we nodig in dit spel. Killen we die vent en niet, die rent door. Krijgen we een assist? Ja, we hebben een assist. Hoppatee. Dan blijven we hier heel veel zitten, want ik zie dat ze bij de B-vlag komen. En ik wil niet dat we die verliezen, dus ik blijf er heel veel bij zitten. Die vent wordt gekillt. Goed zo, dan rennen wij door. Kijk, jij wil B pakken, maar dat mag niet, want dat is mijn vlag. Reloaden loopt er nog een achter, die wordt zo te zien gekillt. Dan zetten wij onze killstreak ook even in. Hup, hup, hup. Gewoon ergens neerpompen, dat ding. Dat wapen is volgens mij out of ammo. Nee, nog niet. Hoppatee, er zijn toch weer twee kills erbij. Dan loopt er hier eentje, die dropshotten we mooi op de vloer. Dan loopt er nog een achter, die killen we ook. Krijgen we C4 op ons hoofd. Kijken of we die fan nog kunnen killen, die C4 gooide. Ja, die killen we ook nog eens. Dan loopt er nog een achter, die killen we ook. Dan hebben we die dikke awesome dikke killstreak weer. Ik roep een volgende ronde pas in. Ik heb even geen zin om hem nu al in te roepen. Dus volgende ronde roepen we die dikke killstreak weer in. Het zijn namelijk toch twee rondes, dus dan kun je hem net zo goed even bewaren. En wachten tot ze op een mooie spot zijn waar je ze allemaal mooi kan killen. En dat je die killstreak tot het beste benut. Dan gaan we even doorpushen hier via de zijkant. Het is best wel chill die overkill. Ik denk dat ik dat even laat aanstaan op deze class. Want dan heb je natuurlijk een class voor close combat. En dan heb je een class voor long combat. En dat is gewoon hetgene wat je wil hebben. Hier liep er nog eentje. Die gaan we even achtervolgen. Nee, die is weggerend. Dan laten we hem lekker lopen. Spant er weer een voor me. Lekker is dat. Oh, die spans in deze map zuigen dus best wel hard, zie ik nu. Je moet dus niet te ver gaan doorpushen in een span, want dan gebeurt dus dit. En dat wil je gewoon niet hebben, dat je opeens 20 enemies naast je hebt staan, dat ze daar gewoon spannen. Dat is gewoon bullshit. Gooi even een neetje across de map. Ik krijg er nooit een kill mee, maar het moet toch ooit eens een keertje lukken dat ik er een kill mee krijg. Ik heb er volgens mij al eens een stuk van 30 of zo over across de map gegooid en nog steeds geen één kill mee gekregen. Maar ja, ooit gaat het me lukken, ooit ga ik er een kill mee krijgen en dan zal je het ook wel horen. Want dan ga ik zeggen, yes, across the map kill. Maar ja, dat komt ooit nog wel eens. Ik weet niet wanneer, want het duurt volgens mij nog wel een tijdje. Maar dat zullen we vast en zeker wel snel zien. Ik werd gejamd door iets. Ik weet niet precies wat. High voltage stond er een challenge in mijn beeld. Ik weet niet precies wat het was. We zijn bij de way alweer level 22 voor de mensen die het wilden weten. Want we gaan natuurlijk door tot level 55.
nulste prestige en dan stoppen we ermee. Maar we zijn nu alweer level 22, dus het gaat de goede kant op. We gaan lekker snel, we levelen lekker snel. Want het komt omdat ik best wel veel XP per game krijg. Best wel veel kills per game krijg. En dan level je dus ook sneller. Want we hebben nu alweer 33 kills. Terwijl de eerste ronde nog ineens af is gelopen. UAV'tje inroepen, dat is ook weer wat puntjes erbij. En dan krijg je deze UAV assist. Komt er daarin aan de cycle, die zal mijn teammaat wil killen. En daar vertrouw ik op, dus ik ren lekker door. Kijk maar, dan krijgen we alweer 30 UAV assist. Dat bedoel ik dus qua extra puntjes. Killen we die, dan hebben we de final kill. We hebben deze ronde verloren, maar dan zullen we nog wel even ophalen. 34-7, eerste ronde, final score. Gaat weer lekker. Lekker mapje is dit ook. Ik speel wel lekker in dit mapje. Alleen die span die is een beetje raar. Want ze spannen dus twee keer naast me. En dat is niet echt hetgene wat je wil hebben. Prachtige final kill, maar niet heus. We roepen meteen even mijn killstreak in. Dus ik die de hele tijd heb bewaard. Ik weet niet precies hoe die heet, maar dat killstreak is echt gewoon dik. Ik wil dat ding gewoon zo graag gebruiken. We gaan eerst even de aanvlag pakken, want we moeten toch 14 seconden wachten. Dus als ik dood ga, dan pakken we meteen die killstreak, roepen we meteen in. Dan gaan we daarmee killen. Eerst moeten we even hiermee gaan rondlopen. Eerst moeten we even kijken of we nog een kill kunnen maken voordat we die killstreak inroepen. Want dat is altijd wel handig. Dat je nog even wat kills maakt. Oké, okay, die ziet me staan. That's what she said. Nee, grapje jongens. Oké, okay, dan zet er hierin binnen. Even kijken, dan klimmen wij lekker naar boven. Vectortje pakken. Jij zat me op te wachten. Nijven werkt niet meer in dit spel, jongen. Dat moet je leren. Ik heb nu ook best wel goed geleerd. Ik weet niet precies wat niet meer kan in dit spel en wat wel kan. Daar ergens zit er een te camp. Kijk, ik heb hem nog gekild ook, terwijl ik hem helemaal niet zag. Er zit, loopt er nog een achter. Die killen we ook. Hoppatee, daar komen ze nu allemaal in mijn zij. Ze gaan hier heel veel blijven staan. Komen ze in mijn zij? Nee. Even kijken. Dan lopen we even door, want ik wil even op een mooie spot gaan liggen. Waar we gewoon even safe op de grond kunnen gaan liggen. Die killen we ook nog. Dan wil ik heel veel wachten. Het game begint weer te laggen. Roepen we eerst even mijn UAV in. Dan mijn killstreak. Die gooien we gewoon even hier. Ik weet niet precies waar ik dat ding goed kan neergooien. Dus we proppen hem gewoon even ergens neer. Dan roepen we mijn dikke killstreak in. Dan gaan we jongens. 41-7 mijn score. Kijken hoeveel kills we ermee kunnen krijgen. Oké, daar gaan we. Komt de kogel aan. Huppatee, dat is kill 1. Huppatee, dat is kill 2. Ik kan ze niet meer raken. Ik kan ze niet meer raken. Ik kan ze niet meer raken. Huppatee, nog een kill. Huppatee, nog een kill. Huppatee, nog een kill. Oh, triple, oh, triple. Huppatee, trippeltje erbij. Gaat lekker zo. Losing Alpha, die vlag zit daar ergens. Losing P, die vlag zit daar. Kijken of we die ook nog kunnen killen. Huppatee. Even kijken, hier spannen ze. Dan killen we die ook. Gaat lekker in deze killstreak. Oh, die mis ik jammer genoeg, die kogel. Deze gaat wel raak. Huppatee, en toen waren we uit de lucht geknald. Maar we hebben wel weer echt fantastisch veel kills gemaakt in dit ding. En wij ook meteen alle vlaggen gecaptured. Komt omdat ze de vlaggen makkelijk konden capturen. Door al die killstreak die in de lucht zaten. Dus oké, die killen we ook. Huppatee, dan gaan we hierheen. Er komt er eentje in onze rug ergens helemaal achterin. Kill jij hem? Want dan... Ik vertrouw je dat je hem killt. Nee, hij killt hem niet. Oké, dan moeten wij erachteraan. Hij is genijfd. Dan gaan wij heel veel omlopen. Want ik wil natuurlijk niet meer gekillt worden. We hebben namelijk alweer bijna een nieuwe killstreak. Dus ik wil nu niet meer gekillt worden. We gaan heel veel goed opletten. Even opletten. Ja, kijk, daar komt hij aan. Oké, die hebben we gekillt. Hoppatee, dan hebben we alweer een nieuwe killstreak. We roepen hem meteen op, want het game is bijna afgelopen. Meteen een nieuwe killstreak inroepen. We staan 56-7, we roepen meteen die dingen in. Nog een keer, dan gaan we. Hoppatee. En die is al gekillt. Maar spannen ze geen flauw idee. Nou, daar dus. Ik schiet gewoon random trippeltje erbij. Nu spant er daar één. En hier staat er één. En hier staan er een paar. En toen waren we uit de lucht geknald. Oh, ze hebben me heel snel uit de lucht geknald deze keer. Nou ja, maakt mij niet heel veel uit. We hebben er wel weer een paar kills mee gemaakt. En dat is hetgene wat je wil met de killstreak. Natuurlijk, hoe meer kills, hoe beter. Maar soms werkt dat gewoon niet. Soms lukt dat niet. Even kijken, ik zag daar een ventje lopen. Hier zo staat hij. Ik zag je al lang staan, jongen. Dus die killen we ook. En wel weer een nieuwe UAV. Die roepen we meteen in. Want ik denk dat ze in onze rug gaan komen ergens. Nee, oké. Okay, ze komen niet in onze rug. Dan rennen we hier weg. We hebben nog 1 minuut. Dus 63 kills, jongens. Volgens mij is dat een nieuw record voor mij. 63 kills, 1 game. Nou, dat gaat wel lekker dus. Kan je ook wel zien aan mijn scoren. Kan je wel zien aan mijn kills. Oh, en toen kregen we iets op ons hoofd. Ik weet niet precies wat het was. Even dekking zoeken hoor. Want ik weet niet precies wat ik op mijn hoofd kreeg nou. Daar zie ik er een lopen, die killen we. Dan rennen we even hierheen. Zit hier. Oh, daar kan ik niet doorheen. Aimen, dat is een raampje waar je geen ene reet aan hebt, zo te zien. Oh nee. Kan ik jou nog killen? Nee, ik kan hem jammer genoeg niet killen. Nou, maakt niet uit. We hadden best wel een goede killstreak volgens mij ook. Volgens mij staat we best wel op een hoge killstreak. Maar ja. Killstreak is beëindigd, we moeten weer opnieuw beginnen. Kom op. Anderhalve minuut kunnen we nog even een paar feintjes afknallen met onze Vector en onze type 25. Want we hebben natuurlijk overkill aanstaan. Wat ik volgens mij al 20 keer heb gezegd dit game. Naked daarheen, kom op. Across the map, nu. Doe het. Nee. Ah, hij doet het weer niet. Dat spel haat gewoon mijn across the map nades. Ze denken ook, ah, across the map nades zijn noob. We gaan je geen kill geven ook. Even reloaden. UAV'tje inzetten. Die Vector heeft ook wel lekker veel ammo, joh. Hij heeft 36 kogels erin zitten. Dus dat is echt lekker. Dan kan je lekker erop afsprayen. Dan kan je
Kan je gewoon schieten waar je wil. Niet allemaal bullshit. Oké, die killen we ook. Reload. Dan hebben we alweer onze nieuwe airstrike. Even kijken, dit ding gooien we gewoon hier. Kijken hoeveel kills we ermee kunnen krijgen. Even type 95 pakken, want ik zie dat ze hier allemaal spannen. Oh, die killen we jammer genoeg niet. We hebben wel weer één kill met onze killstreak, dus dat is weer mooi meegenomen. We gaan meteen weer doorrennen hier, oh. Even kijken, hier zie ik een skull op de map staan. Dus er zal vast en zeker een enemy zitten. Geen flauw idee waar, maar... Oh shit, across the map. Nate, nee. Als ik er geen kill mee krijg, dan krijg jij er ook geen kill mee, jongen. Dat vind ik niet eerlijk. Gaan we hier even heen. Kijk, ik zie daar een enemy aankomen. Kom maar. Nee, je komt niet naar binnen. Dat ben je nou voor pussy. Kom dan ook gewoon naar binnen. Killen we die vent. Er komt er nog een aanrennen. Even reloaden voordat we doorgaan. Door pushen, 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 pushen. Kunnen we deze nog killen voordat de game is afgelopen? Ja, die killen we nog. Wee! Oh wacht, de game duurt nog langer. Oeps, ik dacht dat de game was afgelopen. Mijn fout, mijn fout. De game duurt nog even. Oké, killen we die ook. Hoppatee, in mijn rug. Killen we die ook nog. Hoppatee, dan hebben we een mooie turnkill. In de fijn... No, killcam. 77-9 is mijn eindscore. Zo doe je dat. Hier, 2 man piece. Dan draai ik me om. 3, 2, 1. Draai je om. En hoppatee. Dan killen we die ook nog erbij. Jongens, vergeet de video alsjeblieft geen duimpje omhoog te geven. Helpt me enorm. Ik hoop jullie weer te zien bij de volgende aflevering. En bedankt voor het kijken, jongens. Bye bye.